Binnenkort zullen de resten van wat eens Kula was, het opvangcentrum voor moeilijk opvoedbare kinderen, worden opgeruimd en zal het terrein een andere bestemming krijgen. Er zal een woningbouwproject worden opgezet waar 90 volkswoningen zullen komen te staan. Toen ik dat hoorde en vernam in de krant, ben ik geweest naar het terrein, naar de plek. En ik moet zeggen dat ik, ja, mi ati brodo, zoals ik in Suriname zeg. Kula is de eerste plek waar ik ben begonnen te werken op het ministerie. En ik heb enorm veel herinneringen. Ik heb niet lang gewerkt, al ongeveer twee jaar of iets langer. Herinneringen. De collega's waarmee ik heb gewerkt, een aantal zijn reeds overleden. De pupillen. En ook de vele kampen die we hebben georganiseerd met de jongens. Ik denk dat we een kamp die ik niet kan vergeten was. Het kamp vanuit Paramaribo zijn we naar Groningen geweest. Daar hebben we een dag overnacht. Zijn voorgegaan naar Coroni. En zijn verder gegaan naar Paradise. En zijn geëindigd bij de vesting. En zijn er teruggekomen. Een heel leuke reis. We zijn zelfs niet. We hebben zelfs ook voordat we in Nikeri aankwamen, hebben we overnacht in Wageningen, in het Masanga gebouw. Wat ik ook heb gezien op een film van Newara, de achteruitgang van Masanga. Heel leuke plek. Er was sprake van een grote zaal, sportzaal en ook nog een zwembad. Een andere tocht die erg leuk was, was een tocht waarbij we dus via Carolina daarachter zijn vertrokken en we hebben die weg afgelegd naar, denk ik hoor, die weg van Patamaka naar het oosten. Het was een heel leuke trip, als ook de vele tochten die we ondernamen naar Matapi Kastran met de jongens. Kortom, een heel leuke herinnering had ik. Ik had maar 2 jaar daar gewerkt. Maar het ergste is wat ik vind, dat hoe is het zo ver kunnen komen dat zo'n faciliteit als Kula in minder dan 40 jaar zodanig is achteruit te gaan door achterstallig onderhoud. Het gebrek aan een renovatieplan is die hele instelling die miljoenen niet verkost, omdat dit gebouw is gebouwd volgens een bepaalde methode, met name de methode van de leefgroep. Het was eigenlijk een stap vooruit in de professionele aanpak in de begeleiding van jongens met gedragsproblemen. We kwamen van het oude LOG, ik heb daar niet gewerkt hoor, maar zoals de mensen me verteld, was een andere benadering en toen kwam er dus een stukje vooruitgang in die hele benadering van die begeleiding met jongens met gedragsproblemen. Maar ook daar zijn we gestuurd op problemen. We konden maar niet verhuizen, we waren in een tijdelijk pand aan de Kernkampweg. En we moesten verhuizen naar Kula. Maar steeds kregen we nul op het rekest omdat er geen besluit kon worden genomen. Zo hadden we vernomen dus dat Horp van plan was om Kula over te nemen en hij zou daar een eigen kleine kazerne vestigen. En het gebouw van Kula leende zich uitstekend een beetje daarvoor. Er waren ongeveer zo'n 12 wooneenheden
een keuken, een sportzaal, een wasserij. Alle faciliteiten waren aanwezig. Het was een plek dus die uit die sociaal educatieve sector van uit de ontwikkelingshulp was gefinancierd. Het was een prachtgebouw, uitstekend, volledig uitgerust en gebouwd op grond van de methode van de LEAF groep. Wat betekent dus dat de jongens in gezinsverband, in een soort gezinsverband werden opgevangen. We gaan erop niet ingaan, omdat is het technisch verlopen. Uiteindelijk heeft de heer Paul op een dag besloten om de jongens in de bus te stoppen, tezamen met het overig personeel en de groepsleiding om te vertrekken naar Kula. Daar aangekomen hebben wij met de mensen van de technische afdeling, heeft die ketting doorgesneden en zo hebben we het pand betreden. Dus in feite kan je zeggen dat we het pand hebben moeten kraken om erin te komen. Omdat men geen besluit kon nemen om het pand die was gebouwd voor de jeugdhulpverlening als een inrichting uiteindelijk te geven aan ter beschikking stellen van het opvangtehuis. Zoals ik al eerder zei, er waren te veel andere mensen, waaronder de majoor Horp toen, ja, die als gevolg van, dacht ik, wat problemen en tegenstellingen in de legerleiding een eigen kazerne wilde hebben. En dat zou hij dan Kula, die zich daarvoor uitstekend leende, overnemen. Eerder is ook Miabri, dat is de meisjesafdeling, gesloten, een aantal jaren terug, omdat vanwege ook achterstallig onderhoud en gebrek aan bewaking, hebben dus dieven daar continu ingebroken, waardoor het niet moeilijk was om de kinderen langer daar te houden. En het hele gebouw is later, laat me zeggen, dus ingenomen door patronen. En later is het gebouw totaal vernietigd en zijn er andere patronen daar, vooral mensen uit het binnenland, hebben dat ding overgenomen. En u weet nog, er is daar een hele dorp ontstaan. Het is later ontruimd. Maar nu zie je dus dat men weer begint om andere opstellen daar te vestigen. Eigenlijk is dat niet kan in onze binnenstad. Het lijkt op een soort favela. Dat is de situatie dat je hebt in Brazilië. Het lijkt een soort favela. En je kan zeggen dus dat Kula nu eigenlijk ja is verworden tot een soort favela. Favela, en ik moet je zeggen, dit wat nu gebeurt, en ik zeg het met nadruk, hoe kan het gebeuren dat twee belangrijke faciliteiten die de overheid had om kinderen met gedragsproblemen op een professionele wijze aan te pakken, dat die vervalt. Nu is het zo dus dat in die hulpverlening de mogelijkheid om het gedragsprobleem van het kind aan te pakken, dat met het verdwijnen van Kula andere situatie ontstaat voor de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Nu is het zo dus dat door gebrek aan een instelling als Kula en Miabri, de kinderen worden verwezen naar de jeugdpolitie. Dat is dus wat we noemen Opa Doelie. Ik ben er geweest en ik heb met de functionaris daar gesproken. En in feite ben ik tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk een jeugdgevangenis is waarin de kinderen worden opgevangen in een gesloten instelling. Er zijn wel interne mogelijkheden om wat AVU onderwijs, algemeen vorm onderwijs, op een bepaald niveau te volgen. De kinderen doen een paar activiteiten in groepsverband, samen eten of samen TV kijken, maar dat is het. In feite kan je zeggen dus dat die hele
jeugdgevangenis, dus die hele Opa Dooley, eigenlijk een voorpost is voor kinderen die uiteindelijk moeten worden geplaatst in de gevangenis, in de jeugdgevangenis op Santa Boma. Ja, omdat in Opa Dooley worden kinderen opgevangen die zich hebben schuldig gemaakt aan criminelen, aan criminele activiteiten. Ze zijn eigenlijk, laat me het anders formuleren, strafbare feiten. En we moeten dus wachten op hun statusbeoordeling door de jeugdrechter. Als ze dus worden, het woord dat de kinderen worden benoemd, of ik weet niet hoe het formulier hoort, tot TBS-kinderen, dat zijn ter beschikking gestelde minderjarigen, dan worden ze dan overgeplaatst naar de jeugdgevangenis in Santa Boma. Dus vele kinderen die komen dan onterecht, zonder dat ze willen, komen ze onterecht in de jeugdgevangenis. En je weet wat gebeurt in de jeugdgevangenis. Daar is eigenlijk, wat men zegt, is de universiteit van een misdaad. Sommige kinderen die niet in de gevangenis moesten komen, die komen er wel door dat er eigenlijk een faciliteit voor Ascula en Miabri ontbreekt. Met alle gevolgen van dien. Dus we moeten weten van wat de gevolgen zijn als wat de gevolgen zijn van het wegvallen van deze twee belangrijke instellingen. Ik zeg het met nadruk dat wat zich hier voltrokken. Ik kan me niet voorstellen dat binnen 40 jaar een gebouw als Kula die is opgeleverd nieuw er na 40 jaar toe uitziet. Alleen maar vervallen huisjes, die units waarin de kinderen worden gevestigd. Het kantoorruimte bestaat niet meer. De grote recreatiezaal. Het is een en al, ja, is het een ik moet zeggen, het had nooit mogen. Het is het gevolg van onbekwaamheid en het onvermogen om faciliteiten van de regering te onderhouden. Ja, het belang daarvan te onderkennen en willen investeren in projecten die in het belang zijn van die hele samenleving en in dit geval in het belang zijn van de begeleiding van jongeren. Ik hoop dus dat als men het nieuw woningbouwproject opzet, dat men inderdaad ook niet alle huizen geeft aan partijvriendjes, partijkaders, vrouw, mannen, vrouw, buitenvrouw, noem maar op. Dat men ook tenminste een deel geeft aan het volk. Ja, van de mensen die echt in woningnood zijn en wachten op de wachtlijst staan voor een woning. Ik hoop dat het inderdaad zal gebeuren. En mijn diepste wens is dat als er een andere regering komt met een betere visie, dat we weer moeten gaan werken aan de opzet van een nieuw behandelingshuis voor jongens en meisjes. Omdat dat in feite onze in die hele schakel van hulpverlening niet ontbreekt.